deze Primark Shoplog winactie. Nou ja, wat dan ook. Hoe ik het ook moet noemen. Ik heb een super leuke winactie voor jullie. En om dat te doen, laat ik eerst jullie wat Primark favorieten zien. Die jullie ook al in Shoplogs voorbij hebben zien komen. Ik ben echt dol op de Primark, zoals jullie weten. Ik ga er heel graag shoppen. Ze hebben hele leuke spulletjes. Leuk en betaalbaar. Ik heb een hele leuke actie. Want ik mag 2 keer €100 shoppingtegoed cadeau geven aan jullie. Dus dat is natuurlijk super leuk. Nou, de winactie is tweedelig. Dus eentje voor de deelnemers via YouTube en de andere is voor deelnemers op mijn blog. Nou, de winactie komt dadelijk. Ik ga eerst wat favoriete items laten zien van mij en van mijn dochtertje die ik bij de Primark geshopt heb. Want dan heb je een beetje een indruk wat je dan allemaal kunt gaan kopen van die €100. Want dat is natuurlijk heel veel en vooral bij de Primark kun je daar echt veel voor kopen. Nou, zelf draag ik nu ook een top van Primark. Ook echt wel een favoriet. Deze was maar €4. En deze statement ketting. Dus ik ben al helemaal into Primark natuurlijk. Ik laat eerst even mijn favorieten zien en dan die van mijn dochtertje. Nou, als eerst deze grote maxi-skirt. Ik ben echt verliefd op dit kleurtje. Lekker rood-roze, een beetje framboos. Hij is heel leuk op een warme dag. Ik vind hem nog wel wat lastig te combineren. Dus ik combineer hem eigenlijk alleen bijvoorbeeld op een witte top. Dat soort dingen. Maar ik vind hem wel echt heel leuk en leuk op een feestje en zo. Deze was €12. Dan had ik dus deze top al laten zien. En die heb ik in meerdere varianten. Zo heb ik hem ook in deze variant. Ook €4. Heel leuk kleurtje. Die kleurtjes passen echt bij mij. Die heb ik dus al in een shoppog laten zien. Echt een van mijn favorieten. En deze. Deze was dus ook €4. En die is van een soort zijde. Nepzijde natuurlijk. Met een zakje. Dus die is heel basic, meer basic. Dus leuk op witte top onder een jeans. Een mooie ketting. En klaar. En voor mezelf. Hebben ze ook hele fijne tops. Deze zijn maar 2,50 in de vorige shoplog. Dat ik deze liet zien. Toen ik ze gekocht had, zei ik van, nou, ik weet niet of het wat zal zijn. Want vaak met die goedkope tops is het zo van, ja, ik weet het niet of dit goed is. Of het lang mooi blijft. Maar ik ben echt super tevreden hierover. Deze zijn 2,50. Ik heb hem ook in blauw en een beetje een groenige kleur. En dan de laatste favoriet van mij. En dat is deze. En deze jurk had ik toevallig aan toen Yannick mij ten huwelijk vroeg. Deze jurk vind ik gewoon heel leuk staan. Hij is, ja, rood vind ik mezelf leuk staan. Ik hou van rood. Bloemetjes erin. Hij was geloof ik €8 of €7. Staat gewoon heel erg leuk. Hebben ze er ook hele leuke baby- en kinderkleding. En voor Lana heb ik er ook al een aantal keer geshopt. En daar ga ik nou wat favorieten van laten zien. Allereerst deze superleuke hoed. Dit hoedje heeft oortjes. En is ideaal als ze mee gaat op de fiets. Dan heeft ze in ieder geval tegen de zon op bescherming en tegen de wind. Verder staat er gewoon super schattig. Dus deze. Die was denk ik €3 of zo. Ze hebben er van die 3-packs met van dit soort boxpakjes. Dit past ze niet meer hoor. Dus het zit in de mand met spullen die ze niet meer past. Maar ik zou het zeker aanraden voor moeders die bijvoorbeeld zwanger zijn of een nieuwe baby hebben. Om deze te halen. Die zit in een 3- of 4-pack voor €10 geloof ik. En het zijn hele fijne stofjes, dus die vind ik echt wel fijn. Die heb ik heel veel gebruikt voor Lana. En dan, de rompertjes. Ze hebben van die packs, voor €10 heb je 5 rompertjes of zo. Het is super goedkoop. En ik kocht dat toen ook wat voor Lana, volgens mij 2 van die packs geloof ik. En ze hebben hele leuke printjes ervan. Dit is bijvoorbeeld een bloemenprintje, super leuk. Nou, dit paste natuurlijk niet meer, dus ik zou al een nieuwe maat moeten kopen. Maar ik vond deze heel fijn, dus stretch je goed mee. Dus ook na de was vond ik ze goed blijven, zeg maar, ook qua pasvorm. Dus deze zijn ook favoriet. Dus, de winactie. Ik heb een superleuke winactie kunnen regelen voor jullie. Eentje voor degene die via YouTube meedoen en die wint €100 shoptegoed. En 1 iemand via de blog. Nou, wat moet je doen? Je kunt aan allebei meedoen, graag zelfs. Dan maak je ook 2 keer zoveel kans natuurlijk, want het gaat allemaal een fruitmachine in en die trekt dan nummertjes. Nou zit je dan zowel in die voor de YouTube deelnemers als die op mijn blog erbij, dan heb je natuurlijk 2 keer zoveel kans. Oké, wat moet je doen voor de YouTube? Abonneer je op mijn YouTube kanaal, druk op vind ik leuk of duimpje omhoog en laat een comment achter dat je meedoet. En op die manier doe je mee. En voor de blog deelnemers, laat een reactie achter dat je meedoet in het artikel waar dit filmpje in staat. En volg mij via Blogloven. En like het bericht in Blogloven. Dus in Blogloven komt nu ook voorbij van winactie Primark. Als je daar het hartje drukt, dan vind je die automatisch leuk.
En zo doe je mee. Uiteindelijk ga ik dus winnaar trekken uit de YouTube deelnemers. En ook checken of ze inderdaad abonnee zijn geworden. Blablabla. En ook de blogdeelnemers. Dus dat is wat je moet doen. Twee keer 100 euro. Wat zou jij gaan doen met 100 euro shop te goed bij de Primark? Volgens mij ga je dan gewoon helemaal los. Nou, ik hoop dat jullie een hele leuke winactie vinden. Ik ben super enthousiast. Inmiddels komen er onwijs veel Primarken bij in Nederland. Binnenkort ga ik naar de opening van de Primark in Venlo. Daar heb ik ook onwijs veel zin in. Misschien zie ik je daar wel. In ieder geval bedankt voor het kijken en bedankt voor het meedoen aan deze winactie. En heel veel succes. Doei!